Dames en heren, goede avond en welkom bij deze uitzending van de HOS. De afgelopen weken vonden er weer diverse tonpraatavonden plaats in de drie kernen van onze gemeente. In Haren, Helvoort en Biezenmortel. En we gaan kijken naar beelden en opnames van die tonpraatavonden uit die drie kernen. Nu het komende uur. Veel plezier. Om half vier. Half vier kom ik thuis en ik word aangehouden door een politie op een paard. Nee, dan ben ik niet zat. En dan zat ze, de kapitein. Oeh, waar heb je die goede zin, zeg. Zonnenegel had hij in de hand. Zo'n grote muk. Ja, we moeten dan zeggen, s'nachts om 3:30. Ja, wat zei ik ook weer. Ik zeg, vrouw, je bent ook nog laat koek aan het bakken. Geen tada. Oh, waar heb je die kwijt zin, zeg. En dat is mijn moeder ook, want die is 1,70 meter groot. En 1,70 meter breed. Ja, geen lach, maar ik moet hem in op bed. Die vatte HEMA-wekker van het nachtkastje. Dat is een grote HEMA-wekker met van die ballen eraan, weet je wel. Dat is een beetje jouw, Die valt die HEMA wekker van het nachtkastje en die gooit ze me zo naar de kop. Onder de woorden, weet jij wel hoe dat het is? Ik zeg, dat kon ik in de gauwigheid niet zien. Maar een tiet die vliegt hier. Dat is... Tada.
En dat is heel erg, want die is 1,70 meter groot. Ook ik ken ze ook. En fijn, het werd 4:30. Ik vat voor de plezier had ik dus de liter jonge jenever op. En toen heb ik nog twee zure herringen gevat. En door nog een liter warme melk. Want melk is zo gezond. Maar dan wisten die herringen niet. En, zieke. 4:30, ik doe de deur van de badkamer open. Ik haal aan. Zit de kapitein op de wc. Wat moet er dan zeggen? Nou, wat zei ik ook weer? Oh ja, ik zeg, oh ja, vrouw, jou stoort ook werkelijk alles. Hey, ik wil je altijd afvragen waar ik lumberbriet gedag. Maar ik ben echt de koning te rijk. Ober. Ober. Oh, dat loopt zeker met niks rond. Maar. Zet het er maar in nerven, man. En dan moet even die toppen tellen en dan weet je precies hoeveel rietjes daar je nodig hebt. Nee, maar ik heb een bon bij de gemeente. Ik ben opzichter geworden van een buitendienst. En ik heb een brief geschreven aan de burgemeester en ik mocht mee op gesprek komen. En ik kom daar binnen. Hangt er een platje bij die kapstok? Alleen voor raadsleden. En daar heb ik ondergekraast en voor jassen. En ik kom door binnen gereden, ben die burgemeester binnen. Ga zitten, zit ie. Oh, pardon. Ik zie dat u al zit. Goedemiddag, meneer Van den Berg, zit een burgemeester, alsof je de hele dag de tijd had. De gemeente stelt je open sollicitatie naar de functie van gemeentewerker zeer op prijs. Ik daag open sollicitatie. Heb ik die envelop dan alweer niet dicht gedaan? Wat ik me afvroeg, zei een burgemeester. Heb jij geen curriculum vitae? Ik zeg nee, daar ben ik tegen ingehaald. De burgemeester zag er muig uit. Alsof je de hele dag had moeten werken. Ik zeg, meneer de burgemeester, noem man maar Drietje. Gij maakt man wel tatoeëren. Tatoeëren, zegt een burgemeester. Ik zeg, ja, ik zeg, noem man maar Drietje. En niet meneer Van den Berg. Tutoyeren bedoel je, zei de burgemeester. Nou, Drietje, noem mij dan maar meneer. Ben je gewend om hard te werken? Vroeg de burgemeester. Ik zei, ja, ik heb wel eens ooit 16 uur gewerkt. Nou, dat is buitengewoon. Ik zei, ja, maar er zijn ook
ook werken bij dat ik minder uren maak. En door dat sloom gepraat van de burgemeester, kreeg ik dan een dut. Veel ik wist, laat ik veel over op mijn rolstoel. En toen ik wakker schoot, zag ik dat een burgemeester zelf ook sliep. Meneer, zeg ik. Sorry, zit hij. Waar waren we ook alweer gebleven? Ik zeg, jij was net bezig met een leidinggevende functie te geven. Voordat u in slaap viel, voordat u door vermoeidheid overmacht uw hoofd neervlijde, zeg ik. Nou, Drietje, ik heb nog nooit iemand gezien die zich zo snel aan een nieuwe werkplek aanpast. Je bent aangenomen en kan meteen beginnen. Hoe zie je jezelf als leidinggevende? Vroeg de burgemeester. Ik ben een gemoedelijk mens. Echt niet snel op mijn tintjes gekrapt. Ik zeg maar, als er op aankomt, dan gaan ze mijn man niet lopen. En wat denk je te doen aan het leunprobleem? Vroeg de burgemeester. Ik zeg, als ik er energie die op zijn stoefel hangt, dan zorg ik er 10 centimeter af. Ja, maar dan kunnen ze na verloop van tijd op hun schoffel gaan zitten, zit hij. Ik zeg niet als ik er dat dwarsstukje nog afslag. En stel de geur, die aan de zwaar podium is, die open. Zolang als het gedeel niet open is, ga ik niet beginnen. En ik kan het gedeel niet openmaken, want ik sta aan deze kant. Ik weet er nog niet wat. Oh, hier zijn ze. Nou, dat is wel schrikken, hè, vriend. Maar moesten ze gauw open doen, hè? Ik zag het, hè. Het staat anders dan gisteren, maar het zal wel goed komen, hè. Moeten die stoertjes in zitten of niet? Want ik zie ze hier allemaal loshangen. Maar dat geeft niks, denk je. Hij hoort niks, dan staat allemaal... Komt gewoon binnen, mensen. Geef ze staan of azie. Pluk hem! Ik zeg het je vertrouwelijk. Ja, ik zeg. Achter mijn oren. En bewegen met je raar zo aan. Dan strekken de heupen. Ja, ik zweet, kom aan. Ja, ik zweet. Van mijn oksels tot mijn reet. Ik zeg het je vertrouwelijk. Ja, ik zweet. Komt ie! Hey! Hoppie, hartje! Hey! Kom aan! Ah!
vaak nachtdienst, hè. En als het dan zo wat koud wordt, dan neem ik altijd een fles Jägermeister mee. Het was kouder als dat ik had verwacht. Er zat geen druppel in. Kom ik s'nachts thuis om 1:00 of 4:00, zo zat als een aap. Ben ga je het, riep als vrouw. Ik zeg, hoezo komen er om deze tijd nooit aan dan? Hey, ik sling hem naar boven. Ik gaf de deur een kusje en sloeg een vrouw dicht. Ik was zo zat, hè. Ik deed mijn pak te bed en ging zelf op de stoel hangen. Een fijn zanderdaags, ik weer op jacht. Ik denk rustig aan, niet jagen. Hey, ik als een kapot, zo fit als een kapot pet, zat ik op de brommer. Hoor geen, het ging echt slecht. Ja, want ik kwam er halverwege pas achter dat ik aanspuur op de brommer zat. Had ik ondertussen ook nog eens mijn kogels nog eens verwisseld met de zetpillen van de vrouw. Die op het nachtkastje stonden. Hey, en ik weet zeker dat ik een beetje vol raakte, hè. Afijn, ik kom s'avonds thuis, ik zeg tegen de vrouw wat ik vandaag nog meemaakte. Ik schoot 3 keer op de haas en hij liep gewoon door. Hoog, zeer vrouw, dat is nog niks. Ik liet een skeet. En ik schoot mee de mond kapot. Och, Ger, mijn heuntje. Fijn, ik is vandaag smergens mijn heuntje begraven in de bossen. En ik heb er stond zo een beetje afscheid te nemen. En wat tranen weggeveegd. En ik spring weer op mijn brommer en ik knetter zo weer door de bossen in. Hè. Zie ik me daar toch opeens aan de bosrand in een vent. En die zat daar mooi vogels te vangen. Had hij mooi in een groot weiland had hij een net gespannen. Had hij een tuinstoel bijgezet en dan zat hij mooi te wachten. Ik denk, die hebben mij niet gehoord. Een fijne kwartier later, ik zet mijn brommer af. En ik riep zo, koekoek. Hij reageerde niet. Ik riep nog wel harder, koekoek. Zie die vent, sinds wanneer hen nou in een koekoek in een helm op en rijd je mijn brommerke? Zal ik nog eens een bak vertellen? Dat ben ik wel gewend dat ik dat hier doe, hè. Moet je goed opletten. Er komt een vent die komt bij de kapper en die heeft zo'n bos haar. Zo'n bos haar. Zie die kapper, hoe moet u geknipt worden? Nou is die vent, doe alles maar kort. Dus die kapper die begint zo te knippen. Piet gewoon te knippen, weet je niet. En door een half uur zit die kapper, heb ik ooit in het leger gezeten? Ja, zit die vent, hoezo? Nou is die kapper, ik kom je net op beret tegen. Wat een onzin, hè? De kunt een vent die kunt de dierenwinkel inlopen en toen zit hij tegen die dierenverkoper en zei, doe mij 300 kakkelakken. 300 kakkelakken zit die dierenverkoper, waar hadden die toch voor nodig? Nou zit die vent, ik ga verhuizen en dan moet ik mijn huis in de oude staat terugbrengen. En dan doe ik er nog in om eraf te sluiten. Lopen twee homo's die lopen langs sporen. Zit die ene tegen die andere. Als ik daar een trein huur, dan spring ik erop. Zit die andere. Tjoeke, 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 tjoeke. Dankjewel. Dat wordt zachtjes traditie, hè? Een mepke banaan zit die dan, hè? Verrassen ze mij nog? Goedenavond. Everybody chagrijnig? Geweldig. Oh, het is zondag. Niemand naar de kerk vandaag? Niemand naar de kerk? Oh, gelukkig maar. Komt goed hoor, want ik heb de preek. Ik heb de preek zelf bij. Kan jullie het Nieuwste Testament veel lezen?
Het nieuwste testament. Dus niet het nieuwe, het nieuwste. Heb ik zelf geschreven. Ja, ik schrijf van alles. Ik schrijf van alles. Gezondheid. Ik schrijf van alles. Ik heb zelfs de afgelopen jaar de troonrede geschreven. De troonrede heb ik geschreven. Hé. Hey. Vond u dat niet helpen dan? Nee? Nee? Zo ziet hem uit, het gaat er maar net om wie hem veel is hier wel. Ja. Ik zeg, ja. Ik zet heel die troon erin voor mijn grap, alleen zijn er allemaal op redden. Dat kijk je ooit dan. De beste keer wist ik dat ik gedaan heb. Even kijken, want nee, want ik schrijf van alles, want ik schrijf zelfs voor de plaatselijke krant bij ons. Dan schrijf ik ook iedere week een kort verhaaltje in de krant. Dan noemen ze een column, kort verhaal. En heb ik toevallig eentje bij. We zag er eentje doen, want dan ben ik nou toch. Hè? En Jan Strik is dan nog in de file bij Parijs, dus... Even kijken hoor, een kort verhaaltje. Kennen jullie bijvoorbeeld het verhaal van de moord op Pietje Diepstraat? Kennen jullie dat? Ik denk het niet, hè? Gaat zo, luisteren, hè? PAM! Zal ik er nog in doen, of zou je dat? Toch tijd zat nou, hè, of niet? Vandaag is nou toch kapot. Even kijken, het tweede verhaal heet Grensovergang Heerle Aken. Goedenavond, douane. Ja, wij te varen bieten. Ik schrijf er zo lekker 20 op een avond, hoor. Oh, een beetje inspiratie heb, schrijf ik er zo 20 op een avond. Ja, watjes. Het derde verhaal, dat is misschien nog wel het kortste verhaal dat ik ooit geschreven heb. Toch hoop ik dat jullie ervan hebben genoten. Zo. Zo gaan we de komende half uur eens een beetje invullen zo, op dit niveau. In die tijd zei Jezus tot zijn vrienden, ga heen. En vermenigvuldig u. Met 6. Trek daar de wortel uit. Deel dat door 4 en bereken dan daarna de hypotenuse. Kan me niet schillen welke veel nog meer doet, maar ga in ieder geval heen. Pas nog had Maria Jozef verrast met het nieuws dat ze zwanger was. En Jozef had in eerste instantie heel verbaasd gereageerd. Je weet het toch wel zeker dat het kindje van jou is, had hij nou gezegd. En het toch wel een CNA-test laten doen. Ja. Ja, dat is de nieuwste versie, dus. Maria liep richting Jozef, die net bezig was met het frezen van een tafelpot. Vrees niet, Jozef, zei Maria. Jozef die hoorde niet, want die had zijn gehoorbescherm op. Maria tikte hem op zijn schouders en Jozef schrok zich een ongeluk. Maria had slecht nieuws. En dat bleek wel uit wat ze zei, namelijk... Ik heb slecht nieuws, hè Maria. Jozef schrok weer en liet al het hang- en sluitwerk uit zijn handen vallen. Maria had die morgen nog een echo laten maken. En Jozef vreesde het ergste. Ik vrees het ergste, zei Jozef. Nou, ik zei het net nog, hè? Ja, toch, hè? Nog niet zo lang geleden in ieder geval. De keizer wil dat iedereen zijn naam opschrijft in een dik boek, zei Maria. En dat moet dan gebeuren in de stad waar onze familie vandaan komt. Maar dan moeten we helemaal naar Bethlehem, zei Jozef. Kwaad gooide hij zijn blek en dekker boormachine door de werkplaats. Jozef en Maria piekerden over wat ze moesten gaan doen en ze maakten samen een plan voor de reis. Was dan denk ik, pak het mee in het verrekken. Mijn houten vloer! Mijn houten vloer! Hier op
hem geboend, hem gestuurd. Voor een klerkje haak de schilder in gehuurd. Die ik na een dag naar huis haar gestuurd. Enorm vrouw te veel gevuurd. Ik ben kapot, net als de vloer. Hij trekt krom, hij laat los, hij verkleurt. Ik ben de klos, met die vloer. Wat ben een gast die mij zijn bed aanbiedt. Aan hem vertel ik alles weer opneemt. Ik vind wel de heilige leert ooit ziet. En dan vraagt hij, waarom vatten geen tapijt? Ik wil geen tapijt, dokter! Ik wil geen tapijt, ook geen vloers! Ik wil geen tegels op pakket! Ik wil alleen maar hout op mijn vloer! Kunnen het ieder huis, kunnen het ieder rijk. We kunnen zelfs de hele rot van helft. Maar wat strak en glad, geen splinters in het ei. Oh, wat er was, dat is wel zo fijn. Mijn houten vloer, mijn houten vloer. Hij trekt krom, hij laat los bij de deur. Iedere keer mijn houten vloer. Oh, mijn vrienden, die vanavond, die zal ik komen. Ze breken hun nek, met iedere scheur in die vloer. Ik ga me de glitzer zetten, mijn ogen naar schuren. En dan in de glitzer. En dan weer opschuren, en weer aan de grenzen. En dan moeten we nog allemaal open, want de stik verrek is. En ik haak verrek door mij. Ik zet hem in de olie. Net als een baasje. Hey mensen, hey luister eens. Hey, wij treden al 14 jaar op en dan komen we her en der komen we groepjes tegen die werken met een bandopname. En die hebben daar geweldig succes mee, hè? Hoor, en dan knalt de muziek knalt door die speakers heen, joh. Geweldige muziek, man, orkestjes, strijken, de hele flikkersboel bij elkaar. Hé, hey, dan willen we ook een keer succes hebben. Dus hebben we ook een bandje gemaakt. Dat hebben wij, dat is hartstikke leuk, dat is ook voor de mensen thuis en zo. Dat maar op refrein en ik kan er gewoon lekker mee zingen met z'n allen, hè? Als ik het één keer heb gehoord, dan ken ik de tekst meteen. Dat is hartstikke leuk, dat is gewoon één keer gehoord meezingen. Echt, let op. Jan Heng en mijn broer Piet Heng. Jan's vader en zijn moeder, die hebben elkaar maar één keer gezien. Het was liefde op het enigste gezicht. Jan's vader en zijn moeder, ons vader en zijn moeder, die hebben het toen op zijn hondjes gedaan. En daar zijn allebei aan het voetballen willen kijken. Ja, ik wist niet dat hondjes gaan voetballen. Ja, in de baarmoeder,
baarmoeder aan bij haar ruzie. Ja, en daarom is mijn broer ook geboren met twee blauwe ogen. Maar ja, goed, ik wilde niet als eerste geboren worden. Want een oudje die moet altijd zijn verstand gebruiken. Ja, en daarom had ik zijn navelstreng is goed strak in zijn nek gedraaid. Vrek bleek het met een eigen navelstreng te zijn. Ah, toen wij geboren zijn, hè? Toen wij geboren zijn, toen komt onze buurvrouw kijken. En die hangt zo boven de wieg. Och, toch, wat hebben die mannetjes toch mooie blonde horen? Hebben ze daar van alle vallen? Oh, dat weet ik niet, dat is goed. Hij had een pet op. Ja, onze Piet Hein en ik, hè. Wij hebben ieder ons eigen talent. Mijn broer, die scoort goed bij de vrouwen. En ik kan goed de hele dag televisie kijken. Ja, tegenwoordig heb je toch niks als porno op televisie. Tenminste, waar ik naar kijk. Ja, ons moeder die is pas 80 geworden. Ja, die is daar goed gezond hoor. Die doet nog motocrossen. En die eet nog zonder mensen werk. En er is geen man die zo'n goed geheugen heeft als ons moeder. Die herinnert rare dingen die nooit gebeurd zijn. Maar goed, wij gingen eerst naar het restaurant. Komt een ober gelopen, die zegt, wil je iets eten? Ik zeg, ja, wat kunnen wij kiezen? Ja, of ik deze. Komt een ober op een gegeven moment met gerecht aan, en vraagt ons moeder, wat is dat? Rundvlees of varkensvlees? Ja, die is over, wat maakt dat nou uit? Als je het verschil toch niet proeft. Maar goed, wij zitten daar te eten. Zitten tegenover me, hè. Zit zo'n lullige schelen erop, vent. Meer van die piekhaar. Die zit mij een hele dag te kijken, hè. Ik zeg, jongen, heb ik iets van jou aan? En hij. Jongen, heb ik iets van jou aan? Nou, ik vat mijn aanpak, hij vat mijn aanpak, ik gooi, hij gooit. Zo'n grote spiegel in duizend stuks. Ja, toen ik op de eerste keer hutte, moest ik ook ergens naar liggen. Maar goed, wij hadden onze buik natuurlijk meteen bol. Dus wij gaan door naar dat park toe. En als ik bij de Neffeling daar een uur aankwam, dan stond er een hele grote ezel, hè. En als ik daar een muntje in houd, dan zit die ezeltje strekje en mijn broer. Ja, en als je daar nog een muntje in houd, hè, dan zit die tafeltje dekje. En ik keek meer naar mijn broer.
ik heb zulke doosmiddel. Ik ben blij dat mijn vriendin nog een persoonlijke doos heeft. Maar dan moet je niet oppassen, daar hebben ze de verwerking ook al bij hun in de doos gezeten. Ze halen alles weg, hè? Dat is hartstikke moeilijk, weet je dat? En wat denkt hij hiervan? Hier? Wat heb ik gezien? Hier. Hier, hé, ik kom van het eten. Kom maar zo bij de restaurants langs. En kijk maar eens in die afvalbakken. En wat gooien ze erin? Spaghetti, goulash, pastijtjes, hazenpeper. En dat zat allemaal naar onderen, hè? En als je het onderste uit de kant moet hebben, ik had wel een les op mijn neus, hè? We liepen daar van, had er in de mens ook een vrouw. Die had volgens mij zijn vrouw weggegooid. Die zat op zijn kop en zijn bak. Ik zeg, wie gooit die zijn vrouw nog wel, want het ziet er allemaal goed uit, hè? Ik roep zo in de boog en zeg, hey, je bent er allemaal op. Zeg, heb je een vrouw weggegooid? Hoezo? Tja, er is een vrouw op de kop in de container. Ja, ziet je, gisteren zijn we gescheiden. Ik zeg, nou, daar zit je gescheiden afval. Met de kerst, dan weet je ons wel te wonen, hè? Met de kerst, dan word ik over om een volgende dag bij kersttollen. Dan kan wij de klantvrienden daar nog met de post nog kranten zitten scheiden, willen hè? Dan wel, ja. Dan kunnen we denken dat al die moppen dat die van hun zijn. Maar straat, mag het niet meer, mag niet meer. 100 euro, hè, wild plassen, hè. Dan zitten we met z'n drieën op een bank en dan roepen ze uit de politie nou van, hé, politie, wild plassen, 100 euro? Ja, zeg, als je niet wilt plassen. Die ons hebben we een bij, hè, die duwen plasseks, hè. Dat is natuurlijk. Plasseks, die zou, dat kan je zien aan iemand die zo'n afdruk van een vlieg op zijn lip staan, hè. Jij blijft toch met gevaar voor eigen leven met zijn kop uit de urinoir moeten trekken, hè? Ja, dat ding was helemaal vaak betrokken, hè? En toen stonden wij in de urinoir en die scherp zo, oh, dat zag eruit, jongen. Ik kwam de ambulance, we zouden hem meenemen, want hij had nog, ik denk, ik heb nog volgens mij nog maar 3 dagen te leven. Ik zeg, waarvan? Maar ben ik wel mee in het ziekenhuis en dan ligt hij daar op die afdeling doorheen. Oh, en hij zijn mee aan de beurt, hè. Wat denk je van die stankzilkers die wij dan neerzetten? Je moet er wel mogelijk uit, hè. Kijk, zou er rondliggen, er zou een hele rijke wonden op bereiken, zou het wel. 3 zware wonden. Ik denk, ja, ik moet toch waar, ik was met de mensen in de buurt. Ik zeg, wat is in de nieuws tegen, wat is dat met jou? Ja, zit je, ik kom een keer thuis van mijn werk, zit je eerder was anders. En ik loop naar boven en de Lins vrouw spionage op de bank. Niks aan. Ja, er waren wel iets aan, maar ze had niks aan. Dan kijk in de asbak alleen sigaren, de asbak en ook in sigaren. Ik kijk uit de raam. Ik zit een vent in de tuin zijn box aan te trekken. Ik wil wel zien, ik val eerst waar ik aan kan zitten, ik val de koelkast. En die naaik, die vent op zijn gols, verdomme, hè. Nu liep ik met mijn hand achter die klink van die koelkast hangen. Schouw uitkomen. Dan lig ik hier. Zeg een geit, zeg ik tegen die. Ik zit hier, ik werk bij de gemeente, ik ben om 5 uur afgewerkt. Dus ik sta om 4 uur in de tuin. Ik had mijn tuinbox aan te trekken. Nou, ik erin en gewoon verdomme mijn koelkast op te vlekken. Mijn rug gekneusd. Dan lig ik hier. Zo'n gij, die een derde. Ik weet er geen zak van zitten. Ik weet er helemaal geen zak van zitten. Ik zit op mijn gemak een sigaar te roken in de koelkast. Communicatie. Dat was ook een inkoppertje.
heb ik ook iemand gevonden die daar verstand van heeft. Ik had gedacht om je zee te kort. Dat is leuk. Vrouw in de raad. Maar je zee kon het niet worden. Je zee kon het niet worden, want ik wil enkel harkers hebben. Geen import. Want met import is het eigenlijk zo. Toen die tegen pissen plassen begonnen te zeggen, toen is gezegd begonnen. Dus dat was niks. Jan de Giels, dat zou iets zijn. Jan de Giels, die heeft een stem, 80 decibel. Dat zou ook op communicatie kunnen. Maar Jan is ook geen Norse. Maar ik heb toch iemand gevonden, een vrouw. Het is een meisje geworden. Henny Dominicus. Weet van ieder vogeltje een veertje. Dus Henny op communicatie. Dat gaan we doen. Nou, heb ik nog iets bij me. Want bouw- en woningtoezicht. Dat waren ook een inkoppertje. Maar ik moet iemand voor die daar verstand van hé. Hey, hij heeft nou druk met zijn herten. Straks met de asperges, maar dan, als dat gebeurd is, dan is het klaar. Vriend Jo, Jokebal, die gaat dat doen. En Jo heeft een uitvinding gedaan. En die heeft mij gevraagd om die te presenteren vandaag. Kijk, een stekker en een contrastekker. En bij jou, heeft jou nou uitgevonden de draadloze verlengsnoer. Die van 7,5 meter kost 13,95. Die van 10 meter 15,95. En die van 15 meter 21,95. Dus Joke Bal op oude woningtoezicht. Dat is mijn dreamteam voor de komende verkiezingen. Ik zul jullie onderlaaien en vooral op mijn partij stemmen. En doe het niet in mijn eigen belang. Nou heb ik in de kazerne mijn draaier gevonden. Dan zal ik jullie uitleggen. Als ik tussen de middag koffie wil, dan weet ik dat. Ik heb mijn kantoortje, dan heb ik een telefoon staan. Ik zal het even in de bui vatten. Zo. Telefoon. Jullie ziet het niet, maar het is echt een telefoon, ik neem maar mijn naam. Daar lieg ik niet. Zo. Mocht ik zin hebben in koffie, dan pak ik de telefoon. Toets ik het nummer in van de kantines. En dan zeg ik tegen die mens. Koffie! En we gaan! Maar we hebben het hoor. Ja, het ging laatst al een keer helemaal mis, hè. Ik zal jullie dan niet zo laten zien hoe dat ging. Ik haal die telefoon, ik wil hem toetsen, want het is nou een ander nummer. In ieder geval, ik zeg, koffie aan mijn gang! Weet u wel wie hier aan de lijn heeft? Ik zeg, ja, die verrekte kantines! U spreekt met de commandantje, vlegel. Oh, commandantje, weet jij wel wie jij aan de lijn hebt? Ik heb geen flauw idee. Dat is mooi. Dus goed. Na de koffie ging mijn brandalarm weer af, hè. Het was te doen bij de flat achter de kerk. Nou, wij dan mee gaan naartoe, hè. Maar daar aangekomen hoorde ik al van de omstanders dat alle inwoners netjes naar buiten waren kunnen lopen en dat was allemaal goed. Ja, de branden nog wel, maar ja. Dus wij aan het blussen. Maar, met mijn scherp oog, zag ik nog dat er helemaal achterin, aan de zijkant, bovenaan,
Oh, een mooie vrouw die stond te zwaaien. Ik terug zwaaien. Ik ben die vrouw, hè? Ik zwaai gewoon terug in van de vrouw. Ja, dus ik met een brandweer ladertrapwagen naar boven, hè? Ik heb vrouwen over mijn schouder geschoven, zo. Hop. Dus ik op naar beneden. En dan heb ik geleerd op de brandweerleerschool ineens. Dat je zo'n vrouw een beetje op de gemak moet stellen. Dus ik kreeg dat vrouw van buurten, hè. Ik zeg, moet je van de week maar eens kijken, vrouwke. In het klusje. Veurpagina nieuws. Dappere brandweerpeer redt zwangere vrouw uit brandend pand. Ja, zei dat vrouwke. Ik ben toch helemaal niet zwanger? Ik zeg, nee, we staan toch ook nog niet beneden? Zitten we in die bus en dan is het weer, ik moet pissen. Ja, ik zei, nou, dan ga ik meneer ook maar afvieten. Dus die bus langs de kaap, Stomerdorf, langs elkaar. Zie ik Huubke zo van de kerk, hè? God, God, Tony. We hebben toch een schone, strakke straal. Ik zeg, dat kun je ook hebben, hoor. Als je geld over u. Achtergrondzangeressen mee. Mijn vrouw hoeft dan niet meer te vragen. Dat stak ik zelf op de achtergrond. En mijn manager Huubke ging ook mee op de achterbank. Hè. Zijn we een tijdje onderweg? Komt Sjaan, een van die twee zangeressen, naar voren. Lichtelijk in publiek. Ze zegt: Tony, Tony, ik kom langs jou zitten, want Huubke zit steeds onder mijn rok. Ik zeg, dat zal dan niet was, en dus ook werd er wel geweest hebben. Nee. En ik denk, nou wel. Frits Merk, komt Beppe nog weer. Ja, allemaal zangeres. Hele grote stuur. God, zegt ze, Tony, ik kom voor u zitten, want Huubke zit steeds onder haar. Ik denk, ja, dat kan toch geen toeval zijn, hè. Dus ik naai die beuzel erin. En ik loop naar achteren. Zit daar Huubke zitten, hè. Hevig zweten. Op zijn knieën, heel zijn bril slaan, met zijn kale kop. Ik zei, Huubke, ik heb mijn zin, ik heb aardig om doen. Hij zei, ik zei mijn poepet pet, en ik dacht dat ik hem al twee keer heim had. Nou mensen, zo zien we maar. Blij met een beetje lucht. En dan denk ik wel eens, met een zucht. Komt iedereen zomaar zijn? Dan maar veel minder chagrijn. Want elke scheep in de laatste zijn.
kunsthal bij ons in het circus, hè? Dan verkoopt José de kort de kortjes. Twee kaartjes halen, één betalen. Maar wij zijn elke keer uitverkocht, hoor. Prins Werner de 14e, hè? Die kwam vorige week nog voor de vijfde keer een kortje van José halen. Ja, zit hij zijn scheur er elke keer een stukje eraf en ik binnen ben. Daar heb ik lang gezocht naar een goede spreekstalmeester, hè? En dan dachten we aan pastoor Min of burgemeester Hons. Nou, Min zet het zo doen. De minde geloof weer. Wij zijn hier in deze piste samengekomen in naam van de directeur, de jongleur, de ballenloper en de pisteknecht. Wees welkom en wens elkaar een fijne voorstelling. Nou, Hons. Ik maak u bekend dat we dit jaar hebben besloten over te gaan tot een andere volgorde van het programma. Dat na rijpraat en na veel dikkere wegen u samengesteld is door het college van directeur Frans, tapijzenwerker Piet, acrobaat Jozef en clown Wil. Welke zal inhouden dat we volgens artikel 9 in sub 7 van de circuswet zullen beginnen met het begin. Wij hebben gekozen voor Joke Paul. Dat scheelt minstens een kwartier per vluchtstelling. Een spijkontje kijkt ons man bij de gemeente. Want het is eigenlijk een beetje hetzelfde hoor. Circusartiest en ambtenaar. Maar bij alle twee voeren kunstjes op. Alleen bij het circus krijgen we nog wel eens applaus. Ja, ik ken dat, om een beetje erin te komen. Ik heb je voor de eerste keer. Komt ze aan, zegt ze. Maar Dirk, een boeien staat nog niet eens onder water.
Ik zei, nee, natuurlijk niet, anders wordt dat een lobbyformulier nog nat. Nou, zit hij al 9000 euro. Ik zeg, 9000 euro? Wat kan dit nou? Nou, zit hij 3000 euro voor jou, 3000 euro voor mij en we laten snel wat bouwen. Hij op telefoon. Ga wat, neem mij al het iets van melden. Met pardon in. Hé, hey. Ik verkeerd verbonden, zit hij. Hey, nou, dan kunnen we gewoon een bakker in ieder geval. Hey, ik moet hebben ze die man van de gemeente voor bestrijding van ongedierte. Hey, joh, zeg maar helaas van, ja. Hey, nou, hey, ik heb nog een helaas van muizen in de kerk zitten. Hey, joh, ik denk dat ik jou toch wel kan helpen.
Zeg, trouwens, dat kunnen zij ook wel. Zeg, weet je wat jij moet doen, jongen? Zeg, je moet die muis gewoon lopen. Zeg, ik doop niet, dan zou je helpen hem. Zeg, nou, ik weet wat ondervinding daar aan werken. Ik heb twee kinderen die ik laat lopen, die komen nooit meer in de kerk. Maar die lagen de couveuse bij aan twee kanten nog rondkast.
En die was lelijk. Lelijk het was, hè. Die lag in dezelfde kies als Jan Binks. Mijn broer. Maar goed, ik weet ook wel dat je het goed voor elkaar heeft met je partner van het boerderijtje Oost-Duitse eigen plaats te halen. Anders was mijn broer niet. Het is niet meer niks, mijn lievelingsbroer. Hey, in die 50 jaar hebben we prettige, maar ook minder prettige dingen samengedeeld. Zoals haar moeder. Na ons bruiloft, ons trauma. Die was me te knap. Lelijk. Ja, ze had van die kringen onder de ogen, van die ringen. Waarop zich mijn verjaardag al handig. Konden tellen hoe oud ze geworden waren. Ja, ik weet nog wel, de eerste verjaardag na ons trouwen. Gefeliciteerd, ik hoop dat je 100 mee geworden. Ja, ja, dat is ons trauma. Dat minder jij toch niet. Zeg je wel, ik heb het alleen liever nog vandaag als morgen. Rust. Sterk water, jongen, jongen. Hey, de geboorte van ons kinder, dat is wel een hoogtepunt geweest. Ja, iedere keer weer. Maar ja, zeker de neurste blijft erbij, hè. De bevalling ging handiger dan een naam zoeken toen. Ja, ik zelf wies het meteen al. Ik ben een jongen in die Frans. Maar nee, is in ons truus. Ik dacht meer aan Jean-Claude. Ja, hij is Frans. Hey, onze Frans, dat was eigenlijk wel een mooie. Ik weet nog wel, toen hij een jaar of 5 was, dat hij kost voor kost de hond uit wil gaan laten. Ja, die was lups. Dat is niet echt gemakkelijk, hè. Heel de dag was hij al aan het zeuren. Dat was ons truus, toen we bij men. En ik waren er wel zo bij. Had ik me op een gegeven moment een oude onderbroek aangedaan. Eerst de benzine gedompeld. Ik denk, ja, daar houdt dan die andere hond wel op afstand, hè. Dus onze vrouw op stap met ons Vicky. Ja. Na een half uur waren onze Frans terug. Maar geen een hond. Zij nog wel hebben de hond toch gelaten? Nou zit hij. Volgens mij was de benzine op. Maar ja, ze zal zo wel zijn hoor. Een andere hond was al naar huis in douwen. Als truus we met haar voor het feest helemaal in het naaisteken. Hun naaien bril, naaien kleer. Ja. Die bril, dat kon ik nog wel inzien. Maar die kleren, allemaal nog hartstikke goed. Mijn sokken, er pas aan gestopt. En ik heb zo'n heel schoon onderbroek. Ik ken er wel mee, zo'n bruin stripje. Mijn witte is, ja wit, dat is meer geel eigenlijk. En dan heb ik nog deze pak. Wat vinden jullie nou van een pak? Mooi ook, hè? Ja, dat vond ons truus ook. Toen we trouwden. Ja, ik ben er in die jaren al hartstikke zuinig op geweest. Als ik s'avonds naar bed ga, keur ze mijn jas uit, hang ze heel netjes weg. Dan mijn broek. Doe ik dan uit, hang ze heel netjes op, hang ik hem over mijn stoel, mee, mijn stoel weg. Als truus zin op les, Klaas, je bent zuiniger op een broek dan op men. Ja, truus, zo'n broek ken ik niet weg. Zonder jou, Henry. Toen ons toos daarmee klaar was, heb ik een mooie beuken hert gekocht.
om de boel een beetje op te breuken en om het terrein af te scheiden van de muurman. Als ik kijk, beleg me van mijn brood dat ik niet uitkijk. Ja, die een hek zetten is ook een kawaai geweest. Ik heb opnieuw een heel mooi touwje gespannen. Maar ons Tols was zo verliefd op die limbo, dat hij echt niet honger werd als... Dus ja, ik had net zo goed buksen kunnen zetten, want die hecht, daar kon ze overheen pissen. Maar een kleine omweg, en toen stond er toch een hecht. Hierna moest het grasveld komen. En dat moest mooi ingezaaid worden. Door ons Toos. En de eerste keer zou je heel het veld gehad. Maar een hele kwak vogels had al dat zaad weer opgevreten. Dus dat groeit er weinig. Dat kunnen we wel op een buik schrijven dan. Hè. Ik denk de tweede keer, ik laat me eigenlijk niet nog een keer kisten door die rotvogels. Ik denk ik zet een vogelverschrikker. Ja, dat werkte best goed voor in een dag. Want ja, die wist al natuurlijk al lang gebeurd dat dat ding ervan strooit dat dat niks doet. Dus ik heb mijn handen in het haar. Ik denk, god, dan moet ik nou toch. En dan veld moet er toch komen. Dus toen kreeg ik in een keer een geweldig idee. En ons Tol stond van niet. Tja, ik zie ze nog staan, joh. Ik had ze nog maar instructies meegegeven. Hoor zelf blijven, Tols. Eentje achter hoe zit, daar reageer als een kat achterin. Hè. Nou, aan de kinderen heb ik ook gedacht. Dus die schommel die stond erin in de wip. En toen was mijn camping klaar. En ieder jaar is druk. Ieder jaar loopt die prima. Alleen dit jaar viel wat tegen. Ja, die kipcaravans van ophokplicht deze jaar. Maar ik mag verder helemaal niet klagen. Zo moeten zaterdags altijd de wekelijkse boodschappen gehaald worden. En ook dat is de verantwoordelijkheid van ons Toos. En omdat ik iedere dag 50 meter verderop met een auto bij de muurman de krant moet gaan halen, die ons Toos dan gewoon op de fiets, de witte van de burg. Best hadden we de boodschap ook een keer samen gedaan. Hij heeft een briefje gemaakt en achteraf had ik gekeken of alles al waar. Helaas. Ja, mensen die er een tent opzetten, dat is ook laag. Goed, dan stond ik hier in die toren van men en dan zie je er een beetje prutsen en doen en hij kreeg zijn tent maar niet omhoog. En proberen en nog een keer en hij kreeg het niet omhoog. Dus ik ga er eens even kijken, ik zeg, lukt het? Nee, zit hij, ik krijg hem niet omhoog. Weet de guit toevallig hoe dat moet? Nou, kan je een keer die handleiding nog een keer kijken. Zou ik in één keer het merklabeltje aan je tent hangen? Ja, dan snap ik het gelijk. Een impotentje krijg jij niet omhoog. God, ik vergeet nog te werken ook, nou kies dat oude hoeren. Attentie, attentie! Hedenavond om 2 uur Subtropisch zwemparadijs op minicamping wel te breden. Geeft ons Tols wel even de tijd om het op te blazen. Dat schiet nou trouwens even binnen. Kennen jullie Boerengolf? Kennen jullie dat? Dat is, weet wel dat natlijke spel in dat tussen de koeien vlaaien, hè? Dan moet je dan met een stok en dan een klopper aan en dan moet je een balken zo wijd mogelijk wegslaan en op het einde door een poort of zo. Maar goed, daar ga ik eigenlijk niet op, want les moest ik ons Tols wegbrengen, want die moest een halve finale spelen in Haren. In de klasse ver boven de 40 kilogram, als ik het niet vergeet. Kan ook de klasse verder boven de 30 kilogram geweest zijn. Maar ik had mijn auto netjes geparkeerd langs het terrein. En ik denk, ik blijf ergens hangen, weet je niet? Want ik wil het toch wel eens zien. Maar ja, had ik dat maar niet gedaan.
De eerste, de mest, de moer, die golf, die mal, die jets, die malle net. En die mal die komt linea recta weer terug, via een dikke tak. En wat denkt hij? Bovenop mijn auto, hè. Hele sterk in de vuur uit. Helemaal gebruizeld. Ik zeg, god, de tjip heb ik. Ik denk, ja, nou, ik ging in mijn auto zitten, kijken hoe daar de schaar eruit zag. Heur ik toevallig op de autoradio, dat ze bij Carglass tegenwoordig gratis en voor niks hoe sterretje kunnen repareren. Ik denk, hé, hey, dat is nou eens mooi. Ik daar naartoe, stap uit mijn wagen en ik zie mede een bekende. Tik die een eigenaar van de heer Janssen op zijn rug. Zeg, wat doe jij hier? Ja, ik wil mijn sterretje laten maken, zit die. Ja, man, je denkt toch zeker niet dat ik daar ga zitten bijhouden, hè? Het is te gek voor woorden, hè? Weet je eigenlijk wel wie ik ben? Nou? Ja, het zit me niet zo op te jagen, zeg. Het is toch te gek voor woorden, hè? Je slingert een beetje, schampt even de vangrail, en het is meteen zo van, oh, die zal wel te veel gedronken hebben. Wat zijn dat voor vooroordelen? Misschien ben ik wel een beetje onwel geworden. Bent u onwel geworden? Ja, natuurlijk. Wat denk je van al die whiskies? Het was kantelen geblazen. Maar, hey, ken jij die mop van die professor die labberzap was? Nou, hey, die stond stijf van Jan Wandelaar. Jan Wandelaar? Is dat uw naam? Jan Wandelaar? Nee, dat is een whiskymerk. Johnny Walker. Nou, erg snuggen zijn jullie tegenwoordig. Wist u dat alcohol slecht is voor de concentratievermogen? Het, was de vraag ook alweer. Het vermindert uw concentratievermogen. Oh, dat is helemaal niet waar, dat is helemaal niet bewezen. U slingerde anders behoorlijk. Ja, ik had wel slecht zicht, hè? Dus ik denk even de ruitenwisseltjes aan en ik doe hop, komt de motorkap omhoog. Ja, dan zie je die flikker meer natuurlijk. Het regende anders niet. Oh. Ja, het is wel al wat fris voor de tijd van het jaar, maar we hebben ook een mooie zomer gehad natuurlijk. Maar ik wil hem allemaal mee natuurlijk. Nee, ik ben geen alcoholist, maar een gelegenheidsdrinker. Ja, kan ik het helpen dat er zich veel gelegenheden in. Nee, zo hoorde ik laatst een minister zeggen dat 80% van al het geld, hè, dat wordt verspild aan de alcohol. En na die woorden heb ik besloten iets. U bent meteen gestopt met drinken. Nee, natuurlijk niet. Maar aan die woorden heb ik besloten al mijn geld te beleggen in de drankhandel. Dat noemt zich geen alcoholist. Nee, ik ben geen alcoholist. Hé, hey, die kun je meteen herkennen, hè? Die verstopdrank. Ik kom wel eens bij vrienden en dan zeg ik, hallo, gezellig hier, waar is de drank? Ja, zie ik geen drank. Ah. Alcoholisten. Ja, of geheel onthouders, hè. Maar ja, dan zijn het geen vrienden meer, maar droogkloot. Altijd nog beter dan alcohol is. Man, drank is goed voor de mensen, hè. Het maakt me filosofisch, hè. Ik was laatst op een feestje, hè. En ik was behoorlijk filosofisch. Ik ging helemaal Aristoteles naar huis. Ja, zeg maar gerust, Plato. Ik was een vod, een vuilnik, een dweil, een pin, vulste luik, de
supergoed, moedig en tof. Ik kon op mijn kop van stoppen, het was nooit naar jouw zin. Maar gelukkig ben ik nou van de af. En het afscheid van de hond bleef veel zinder dan van jou. Onze hond kan me soms nog een blik. En al ik van jou kreeg als mijn kou in de snauw. Jouw en onze ik vloos te lang in. De auto, de computer en het geld, al stond er niet zoveel meer op de bank. En gisteren hebben we nog tot trouwens toegebeld, maar ik kijk verdwijnt mee hoe gejank. Want het afscheid van de hond, nee, veel zitten dan van jou. Onze hond gaf nog warmte en comfort. En bij jou, mijn lieve schat, stond ik altijd in de kou. Om jou niet meer te zien van die zo slag. Ik heb nu me niet besef, ik heb veel stalk gewoond. Al die jaren was ik stalk erg op jou. En je bedroog me mee de buurman en de bekker in de nacht. En we lagen s'avonds goed op lessen af. Niet in afscheid van de hond, de veel zitten dan van jou. Mijn hond is nog nooit niet vriend gegaan. Hij hield niet van gemekken en hij hield niet van gemaal. Ik heb zijn foto op het venster langs gestaan. Ja, afscheid van de hond, de veel zitten dan van jou. Onze hond gaf me soms nog een licht. En al ik van jou kreeg was een grauwe snauw. Nou, en onze heb ik vulst te lang gebied. Nou, en onze heb ik vulst te lang gebied. Dan wordt het toch donker hier iedere keer tussenin? Ja, is het. Lopen die niet goed doen. Tom, en een ding-dong rinkelt. Ja. Dat is zeker iets van jou, man. Hoezo? Dat bestaat toch helemaal niet? Een ding-dong niet? Dat is toch geen dier? Wel, Annie, dat is een dier, want dat is volgens mij is dat een soort van Australische hond. Nou, zeg, dat is zeker zelf verzonnen. Dat heb ik er nooit van gehoord. Nou, volgens mij is het toch wel. Kun je helpen zeggen, een ding-dong, dat is toch een Australische hond? Heb je daar ooit van gehoord? Nee. Zonder duim. Wel een dingo, dat is een Australische hond. Oh. En een billabong, dat is een Australisch rivierke. Dat lijkt toch een beetje gelijk. Dan is dit toch een soort Australische zeehond. Tom, die rinkelt toch niet? Nou, daar ligt er me net aan hoe koud dat is. Hij wordt echt rot. Rinkelt, dat rinkelt. Als dat jouw wetenschap is, dan houden we maar mee op. Ons moeder moet er ook niks van hebben van die wetenschap allemaal, hoor. Die moet daar niet doen. Een tijdje geleden vroeg ik ze van moeder, zal ik zo'n mooi digitaal klokje voor u kopen? Ze zei, nee, daar moet ik allemaal niks van hebben, dat moderne gedoe. Geef mij maar gewoon een anaalklukske. Ja, en als jullie moeder nou op de wekker kijkt, dan weet jullie vader precies hoe lang. Wat toch een kabouter keuze zit zo bij de hand. Wat toch een kabouter keuze stond het in de krant. Wel dronk die vul en grond die je heet, die zo zijn nukke. Hij brult het in zijn oren en hij zit in kattenfukke. Maar trotse kan niet als een grote, alles werft hij op. Het hele huis is schoon en ons vriend is in de nop. Wat toch een kabouter kussen zijn zo bij de hand. Wat toch een kabouter kussen stond het in de krant. Ja, de volgende komt op. Kom, zo. We gaan het ook nog. Toe dan. Ja.
Ze straalt een hele dag, de hek nog nooit die medevond. Nee, 35 euro heb ik liever niks gedort. Als dat die elke zondag een vijver leeg te vissen. Het is een shit, kan banken, maar je kunt hem niet meer missen. Wat toch ik kan uit de keuze zijn zo bij de hand. Wat toch ik kan uit de keuze stond het in de krant. Nou hoor ik vreugde week het beste nieuws van een klant. Kabouters liefde staan niet meer, best stond in de krant. Nergens zijn er nog een paar, maar vrouwtjes die helaas. De verplatting gebeurt via het vrouwtje van de bos. Bos, ja. Wat toch een kabouter kussens en zo bij de hand. Wat toch een kabouter kussens, stond het in de krant. Ja, stond het in de krant. Kun je ze in zakjes schudden? Ja, wij hebben veel klant op. Maar Garen begrijpt niks van. Blijf ik van achter schaal staan? Ik rij van Garen naar Gelvoort, word aangehouden door de politie. En die vragen mijn identiteitsbewijs. Ik zeg, die heb ik niet. Iedereen kent mij. Dus ik geef mijn rijbewijs aan hem af. En zeg, dat is verloop. En moet verlengen. Want als jij niet meer een auto rijdt. Ik ga snel op naar Super de Boer. Ik ga je rijbewijs kopiëren. Ik zal 40, 60, 80 keer producent verlengen. Ik plak die rijbewijs aan elkaar met die plaktipband. Van die blonde mevrouw. En ik weer snel loop naar het politiebureau in Voegt. Ik vraag aan Snor, is het al genoeg verlengd? Ik vraag aan hem, heb je nog een beetje verleidelijk werk voor mij? Want ik is uitgebrand. Ja, je kunt in het wit een kerk schilderen. En moet wel echt wit, hè? Dus ik ga een beetje verf halen. En begin te verf. Ben ik net lekker op weg, is die verf op. Ja, ik is nog niet op die helft. Eigenlijk nog niet op een kwartje. En je kunt ook niet overal bij, hè, in zo'n kerk. Als je op ladder staat. Ja, Gareman is wel een goede opdrachtgever. Die zegt tegen mij, is het niet beter als jij stijger opzet? Dus ik ga zaterdag daar stijger opzet. Dat is zwaar werk. Poeh. Heel dag mee bezig geweest. En om 11 uur stond hij. Eindelijk. Ik weer snel loop naar huis. Is vrouw boos op mij. Ik is te laat. Zij zegt, ik nooit meer kijk naar vrouw. Zoals vroeger. Toen we nog verliefd waren. Zij zegt, daar zakt mijn baard van af. Eet is dat de magnetron, zegt ze nog even boos. Ja, ik had geen moment meer. Nee, traan liep in snor. Ik ga slap, want ik moet morgen weer werk, een kerk. Zondagmorgen, ik word wakker. Ik kijk op het klokje. Oef, 10 uur. Dus ik bel Gans op gsm'tje. Ik zeg, ik heb me een beetje verslap. Is stil aan de andere kant. En ik hoor ting, ting, ping. Ja, nou is mis. Hij zegt nog even vlug. Kom morgen maar terug, kun je weer verder werken. Nou, vrouw praat nog steeds niet tegen mij. Dus ik denk, ik ga maar een beetje bier drinken met alcohol. Bij dit café. Op hoek, bij Jansen en Jansen. Je zegt er van Strip Kuifje?
Bob, je hebt het wel zien lopen. Ik ga aan de bar zitten. Ik kijk links van mij. Zit daar die kater vanmorgen al te wachten. En ik had niet eens gedronken. Dus ik biertje drink en vraag, is jullie broers? Nee, zegt Jansen. Is jullie dan neef? Nee, zegt hij weer. Wij zijn nicht. Ja, vrouw zou nou wat meer willen. Dus ik ga ook maar slaap. Morgen weer lekker schilder in een mooie kerk. Ik word maandagmorgen dan wakker en kop doet zweer. Poeh, een echt zwaar hoofd. Dus ik bel Gans weer. Ik zeg, Gans, ik ben een half uurtje, drie kwartier bij jou. Ik zeg, doe jij alvast verf haal en kwast? Ja, ik kom bij kerk aan, probeer een beetje te werk. Hij had wel verf meegenomen, maar geen kwast. En ik vind daar iets wat op kwast lijkt. Ik denk, daar kan je wel een groot haal mee doen. Ik ben vandaag vroeg klaar. Ik in die steiger op, met die emmer verf, stapt die steiger veel te hoog. Kop tegen het plafond. Ik ben klaar met die schilderplafond. Komt graag gaan kijken. Hij zegt, Rachid, wat heb je nou gedaan? Moet niet alles wit maken? En waar heb je mijn groot borstel gevind? Ik zeg, in die koper emmer daar. Hij zegt, doe maar die tekening niet stressen. Kom ik hier bij een kerk,
Zal al die lichtjes op rood. En wat doen ze dan? Begint te remmen. Ik ga remmen. En begint te schuiven. En ik schuif zo hier voor de deur tegen een boom aan. Ik was helemaal van ondersteboven. Dus ik kom hier naar binnen. Toen vroeg ik aan de bar of ik een borreltje lust tegen de schrik. Het is een helemaal een rode spa. Hebben jullie ook wel eens rijles gehad? Oh, een ellende. Ik herinner me de eerste keer heel goed. Dat was vlak na de kermis. Dat was nog in de tijd dat Wim Schaai een pompballing verkocht voor 10 gulden. Ik had van onze PSS penningen gekregen voor in de botsauto's. Omdat hij vond dat ik dat zo goed deed, vond hij wel dat ik rijles kon vernemen. Dus de volgende dag heeft onze peer van mij naar rijschool gebeld. Rijschool, het rappe gaspedaal. Die rijinstructeur die komt me halen. In een fonkel nieuwe blauwe auto. Hij ziet verbouwde wijn. Nee, ik verbouw je wijn. Nee, zegt hij, ik hiet verbouwde wijn. Oh, is het hem daar? Hij zei, ga maar achter het stuur zitten. En het is goed en niet zin, want je bent toch gewend om aan de andere kant in te stappen als je hier hebben zit. Hij zei, heb je wel eens meegereden? Ik zeg ja, van de week in de botsauto's. Goed, dus ik stap in die auto. Probeer je penning allemaal in die gleuf te douwen. Valt niet mee om zo'n ding in het sleutelgat te krijgen. Dus in Versel onderhand is niet gaan rijden. Tjo, ho, 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 ho. De toeter is nog niet gegaan. Dat is vlug gaat allemaal niet, hè. Verdi zegt, het eerste binnenspiegel maar eens goed. Dus ik rond in die zonneklep omlaag. Nee, zit hij, ik bedoelde deze. Zo, ik weet wel hoe dat moet. Want dat heb ik bij de stoplichten gezien. Want die spiegel die is er om hoe even op te maken. Dat was de eerste discussie met Ver. Hij zei, die spiegel is om achteruit te zien. Ja, maar dat vind ik niet zo makkelijk als ik heel dit omhoog moet komen om mijn eigen op te maken. En toen die pendalen. Hij had er 3. Onze peer had er maar 2. 1 om te koppelen en 1 om te gassen. Maar in deze auto zaten er 3. En dan zal die een derde wel zijn. Om de airbag op te pompen. Onze peer vond het ook verstandig om les 2 en 3 ook maar op de inrit te doen. En omdat ik toen de garage van links en rechts ook al heb gehad, kunnen er nou 2 wagens in. Niet omdat de garage zoveel groter is geworden, maar de auto een stukje korter. Onze peer had helemaal gehad met men. Het was veel te gevaarlijk om met men op de weg te gaan. En om de overige weggebruikers een beetje op de hoogte te stellen, had hij langs de L 2 letters bijgelast. Nou staat er LVZ. Les verloop ik zelf. Onze peer vond het zelf een beetje te gevaarlijk om met mij mee te rijden. En toen heeft hij een tom-tom ingebouwd. En die heeft hij zelf ingesproken. Dat is toch een beetje vertrouwd, hè? Met niet helemaal alleen. Dat werkt goed, hoor. Na 50 meter rechtsaf. Dan was het even stil.
Hier hadden we rechtsaf gemoeten. Met je godverdomme geleerde toepnoe. Ze roepen mij hier ook altijd iets naar, hè? Ik dacht eigenlijk dat ze dan altijd over mijn jas hangen. Vagebond. Is gewoon jas die niet. Een echte Dolce en Banana. Ik dacht zelf al dat mijn leren jas was. Ik heb wel leren mouwen. Ik ga ook ooit een lege broek. Ik ben vanuit Helvert ben ik naar Parijs vertrokken. Zo'n 10 of 11 jaar geleden, denk ik.
in ieder geval in de jaren Helvert nog was. En toen de gemeente nog geld zat hij, dat er op de groenpleinen nog struiken mogen groeien, in plaats van net als in de Jorenstraat, Stijgerbos. Hetzelfde jaar dat er nog winkeliers Helvert inkwamen, was van alleen maar weggegaan. Dat is wel waar niet. Helvert's weekend, vierde hoogtijdagen. En dan kwam ik altijd nog veel volle kijken naar de top praten. Met het openingsbal van carnaval staat iedereen in de gastenbos. De rest was dicht. En hier was toen ook dicht van de rook. Ik zei, dus doe maar naar huis maar. Waar sta je het? Daar zit een mensje in de Lindenwand. Vlak bij de kerk en de ballen. Oh, ik heb blij heen. Ik denk, ik krijg hier de sleutel van die slagerij. Van die boerderij van de slager hier op de hoek. Ja, niet. Het was de sleutel van het pomphuisje. Ja, dat was in ieder geval mijn dakloze dos. Mooi in. En ik kan erin slapen als een pert. Of tot de bins. Ja, nu is een huisje nog zo klein. Als de avond valt, is het donker. Ik zag er wel één lichtpuntje in. Ga je met 100 jaar bestaan van de kerk zien dat de ballen een drank uit handen. Ja, dat was er allemaal uit. Nou woon ik dus voort in mijn maison de La Pompe. In de Lindenwand. Dan sta je hier trouwens geen in de Linden. Zelfs de straatnaambordjes die kloppen er niet eens. Die vooraan daar sta je Lindenwand. En daarachteraan bij de shawarma boer sta je Lindenwand. Mijn huisnummer is 39. Rini Vergeurt, die had al 37. Dat in de gemeente eigenlijk nog wel een beetje moeilijk over. Omdat mijn voordeur hier op de kaart van de Kasteienlaan zit. Ik zeg, die zijn daar allemaal ziek. Die Kasteienboom. En anders dan noemt mijn stukje maar de drie beuken. Die staan er wel. Uiteindelijk gaf de gemeente me toch groen licht. Dan kan ik zelf weer nog van harte mijn witte gaan halen. Die beukenboom, daar zit ik al onder, hè. Op een Braziliaans hardhouten tuinsofa. Het is een mooi rustig. Achter men, nog is geen straat. Voor men, dat is de achterstraat. Heb ik eens wat bloemen nodig, pluk ik ze uit mijn achtertuin. En er stond zat, overal wordt gelopen, er stond bloemen. Wherever you go, go domestico. En er zei toch niemand iets van. Met alleen eten, hè? Je moet wel elke dag om een kostje zien te komen. Tot op heden is mijn haalte redelijk goed afgegaan. Ik had altijd een goede regeling met Super Frans. Omdat ik bij hem voor de deur de lectuur verzorgde. Ik zeg er hij. Ik denk elke avond wat eet hij. Maar dat is voor het voorbij, hè. Frans zei tegen mij dat hij wegging omdat ze een winkel te duur waren. Ik zei, nou Frans, verder mijn winkel wel meevallen. Maar dan werd erin staan.
Soms ga ik ook wel eens hier naar het restaurant van de Leijenhof. Dat is tegenwoordig zelfbediening. Zelfbediening, ja. De oudjes hangen voor een hekel aan om bediend te worden. Dus dan hebben ze voor een wermlopend buffet. Lopend warm buffet. Ja, ik bedoel, het is warm. Tenminste, geur in de rijstort. Als je in het midden van die rijstort, dan hebben we een koude buffet. Dan sta ik er door achteraan, dan blijf maar zitten. Dan loopt het buffet van ergens naar de toe. Tot zover deze beelden van de Tompraten uit Haren, Helvoort en Biezenmortel. Beelden die de afgelopen weken werden gemaakt op de diverse Tompraatavonden in deze kernen. Tot zover deze uitzending van de Hos. Ik wens u een goede avond.